Dit jaar zijn tot nu toe in 5 Nederlandse plaatsen tijgermuggen gevonden. Dat gebeurde in Zevenbergschenhoek, Amstelveen, Assen, Lelystad en Sittard. Daarnaast is er in Haarlemmermeer bij Schiphol een aantal gele koortsmuggen aangetroffen, meldt de stichting Platform Stop Invasieve Exoten, die de muggencijfers bijhoudt. De stichting baseert zich op gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In Zevenbergschenhoek werden in juli eitjes van de tijgermug gevonden op een parkeerplaats langs de snelweg A16. De NVWA vermoedt dat de muggen zijn meegekomen met vracht- of vakantieverkeer uit zuidelijke landen. De tijgermug en de gele koortsmug zijn dieren die van oorsprong niet in Nederland voorkomen. Ze kunnen verschillende virusziekten verspreiden bij mens en dier, zoals knokkelkoorts, Zika, gele koorts, West Nijlvirus en verschillende vormen van hersenontsteking. De beestjes komen waarschijnlijk mee met geïmporteerde autobanden en bamboeplantjes. Toezichthouder NVWA vermeldt op de website alleen waar en wanneer de exotische muggen gevonden zijn. Hoeveel muggen er per vondst zijn gedaan wordt aan het eind van het jaar bekendgemaakt. Vorig jaar zijn er in 10 gemeenten tijgermuggen en op 2 plaatsen gele koortsmuggen gevonden. Het ging toen om 585 tijgermuggen en 34 gele koortsmuggen. De tijgermug is een stuk kleiner dan een gewone mug en heeft zwart met witte streepjes. De gele koortsmug, die vooral overdag steekt, is 3 tot 4 mm groot. Deze exotische mug is donkerkleurig en heeft witte strepen op de poten.